12 juli was het eindelijk zover. De beslissing is gevallen dat zwembad de Eckerman gaat sluiten. We hebben zo dadelijk een gesprek met Minette, Angela en Michael over de voortgang van het zwembad. Afgelopen dinsdag is de raadsvergadering geweest en het zwembad gaat sluiten. Wat is je commentaar hierop? Ja, wat is mijn commentaar hierop? Een dikke vette tegenvallen. We hadden het echt helemaal niet aanzien komen. En we zijn zeer teleurgesteld op dit moment, uiteraard. Ja. Tot wanneer blijft het nog open? We blijven in ieder geval tot december 2017 open. Dus alle mensen kunnen gewoon nog blijven zwemmen. Er is in principe nu nog niks aan de hand. En we hebben ook zeker nog kansen en mogelijkheden om het besluit om te draaien. En er tegenaan te gaan en te zorgen dat het zwemwater wel behouden blijft in Veldhoven. Ja, want het is echt heel onverwacht, hè? Want de vorige raadsvergadering was het nog, hè? We willen allemaal dat het blijft. Nu eigenlijk ook nog, maar toch gaat het dicht. Ja, wij hadden dit ook echt niet verwacht. Na de laatste raadsvergadering hebben wij allemaal zelf ingesproken. We waren zeer positief, want iedereen, elke partij heeft gezegd nee, wij zijn voor het zwemwater en wij wilden dat we behouden voor Veldhoven. En de laatste vergadering ook nog. Alleen, het enige waar het nu op stuk is gelopen is dat de partijen geen OZB willen verhogen. En eigenlijk was de keus gewoon voor de partijen ook heel erg gering. Het was of sluiten of OZB verhogen. Dus het was eigenlijk een keuze tussen twee slechte zaken. En over hoeveel OZB praat je dan per gezin? Dan praat je over 5% verhoging en dat is 14 euro per gezin per jaar. Dus dat is ongeveer in de maand 1,20 euro. En is daar ook onderzoek naar gedaan of mensen bereid zijn om dat extra geld te betalen? Niet dat ik weet. Ik heb geen idee of dat er onderzoek naar gedaan is, maar een aantal partijen die zijn daar gewoon heel strikt in. En die hebben gewoon gezegd van luister, wij hebben onze kiezers beloofd om niet de OZB te verhogen. En die houden gewoon vast aan hun principes. Alleen aan de andere kant hebben ze ook gezegd, we willen een zwembad behouden. Dus een beetje dubbel dit. Ja, een beetje dubbel, ja. Naast mij een Europees kampioen en een Olympisch deelnemer. Wat doet dat nou met jou dat we dadelijk een Veldhoven geen zwembad waarschijnlijk meer hebben? Ja, dat is natuurlijk te zot. Veldhoven heeft gewoon een zwembad nodig. Niet alleen voor mij natuurlijk, maar voor alle klanten, voor alle mensen. Voor de jongen, voor de ouderen, er moet gewoon een zwembad komen. Komen blijven bedoel je? Ja, eerst blijven, maar dan ook gewoon weer komen. Dus we moeten gewoon open blijven en dan zorgen dat het allemaal vol loopt. Ja. Wat doet het met jou persoonlijk? Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik had vandaag de laatste groep schoolzwemmen. En dan sta ik wel even te pinken en dan moet ik me echt omdraaien om niet een traantje te laten, omdat het gewoon ophoudt. Mijn hart ligt hier, hè, en mijn passie ligt hier en ik wil dat graag overbrengen naar andere mensen, kinderen, maakt niet uit. En dan is het gewoon heel zuur dat dit besluit is genomen. Hoe zijn jullie er met z'n allen onder? Met al het personeel? Nou, we hebben dinsdag met de mensen die waren een traantje gelaten. We hebben woensdag nog flink lopen balen. En we proberen nu met z'n allen weer de schouders eronder te zetten en ervoor te gaan. Want de deur die staat op een kier en die gaan wij openschoppen. En wij gaan zorgen dat het allemaal doorgaat. En dat doen we met z'n allen. Wat vinden jullie ervan dat het zwembad gaat sluiten? Het schoolzwemmen hadden we al gehoord dat gestopt was. Hoe is het voor jou, de sluiting van het zwembad? Ik ben vooral heel, heel erg verbaasd, oprecht verbaasd, dat alle politieke partijen binnen Veldhoven zich uitspreken voor behoud van het zwemwater. En dat uiteindelijk, als er een besluit genomen moet worden, dat het gaat sluiten. Het doet nogal wat met je, hè? Kan ik zien. Ja, ik ben ook vooral verbaasd en ook vooral een beetje boos op het politieke besluit wat daar achter ligt. Ik ben daar niet van. Ik wil graag lesgeven. Gepassioneerd aan alle mensen, alle kinderen in Veldhoven. Alle ouderen die hier in de gemeente gebruik maken van deze prachtige faciliteit op een unieke locatie. Daar ben ik voor en daar willen wij les aan geven. En het maakt mij boos als er door een politiek besluit dadelijk uitkomt dat voor de gemeente Veldhoven dit niet meer mogelijk is. En dat deze mensen gewoon in de kou staan, letterlijk in de kou. Want het is natuurlijk al jaren sprake van, hè, we kunnen niet zeggen dat dit als een donderslag bij heldere hemel komt. Hè, er is door het zwembad zelf al heel veel opgestart.
Minette, zijn jullie eigenlijk niet gewoon te laat begonnen met jullie acties? Ja, dat is achteraf natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar wij leven al 10 jaar in onzekerheid. Die 10 jaar hebben we echt geprobeerd om het zwembad omhoog en overeind te houden. Dat is dus hartstikke goed gelukt. Zelfs de laatste jaren is het gewoon zo goed gelukt dat we gewoon elk jaar gewoon op nul uitkomen of zelfs daarboven. Daar zijn we super trots op en dat nu juist... Ja, dit nu gewoon gebeurt is gewoon nog extra zuur. En we hebben al die jaren hebben wij geen initiatief mogen nemen omdat we afhankelijk zijn van subsidie en van politiek die daarover besluiten. Het enige voordeel nu is dat wij nu wel het initiatief mogen gaan nemen en dat wij nu ook kunnen laten zien waar we voor staan. En wij gaan er gewoon vol voor, want wij gaan gewoon echt veld over wel laten zien dat wij ervoor gaan en dat wij de zwembad open moeten houden. En wat zijn de maatregelen die je nu allemaal al genomen hebt? Nou, we hebben natuurlijk voor de vorige raadsvergadering hebben we al een Facebookpagina opgezet van Behoud het Zwemwater. Daar hebben we al heel veel likes op en die stromen nu op dit moment natuurlijk nog steeds gelukkig binnen. Daarvoor hebben we ook al een handtekeninginzameling gedaan. Die hebben we ook met de vorige raadsvergadering meegegeven. Er waren echt gigaveel. Binnen 1 week tijd denk ik dat we al een paar duizend handtekeningen gewoon op papier hadden staan. En momenteel is er ook een petitie in de lucht waar mensen in kunnen tekenen voor behoud van het zwembad. Die is trouwens niet door ons opgezet. Wij weten ook niet door wie, maar wij vinden het wel heel fijn. Ja. Ja. Jullie hebben ook de crowdfunding gedaan, hè? En de nieuwe wipe-out materialen. Gaat dat nog allemaal door? Ja, dat was ongeveer een van de eerste reacties die ik natuurlijk dinsdag had. Van stop daar maar mee. We hebben in ieder geval het geld voor de loopmat hebben we bij elkaar. En we zitten bijna tegen de eerste wipe-out aan. In eerste instantie dacht ik van laat alles maar zitten en we doen helemaal niks meer en het is klaar. Maar goed, we hebben de scherven opgeraapt en we gaan er nu weer vol tegenaan. We weten dat we tot december 2017 open blijven. Dus wij gaan de crowdfunding eigenlijk ook weer oppakken. Want het kan gewoon niet zijn dat het zwembad gaat sluiten. Wij zijn er heilig van overtuigd dat wij met onze acties straks gewoon het voor elkaar gaan krijgen. Dat wij blijven. Dus we gaan de crowdfunding gaan we gewoon een doorstart geven. Ja. Jullie hadden ook bedrijven hebben jullie benaderd. Hè? Wat hebben jullie daarin gedaan? En kunnen bedrijven zich nog aanmelden? Ja, bedrijven kunnen altijd nog aanmelden. Daar staan natuurlijk ook voorwaarden tegenover. Dus op het moment dat ze inschrijven voor een bepaald bedrag, komen ze hier op een banner te staan met reclame. We hebben zelfs de mogelijkheid om hier doorlopend in de weekenden reclame op een groot scherm te laten zien. Kunnen ze zich ook voor inschrijven en dat is voor een jaar lang. Nou, dat jaar zijn we sowieso nog open. Dus we kunnen gewoon onze voorwaarden kunnen gewoon nog nakomen. Dus vandaar dat we nu zoiets hebben van, we gaan daar toch mee door en we laten gewoon zien dat we in Veldhoven dat zwembad gaan behouden. En bedrijven die in willen schrijven, heel graag, want we hebben het geld hard nodig op dit moment. Mail naar het zwembad of bel naar het zwembad en dan vraag gewoon naar mij en wij staan ze heel graag te woord. Michael, hoe nu verder met de zwemlessen? Zoals Minette net al aangaf, heeft de wethouder aangegeven dat wij in principe tot december 2017 gewoon open kunnen blijven. En kunnen wij de zwemlessen voor alle kinderen tot die tijd ook gewoon gaan verzorgen. Dus blijf vooral bij ons zwemmen. Er is geen paniek. Wij gaan gewoon door. En eigenlijk gaan we er ook vanuit dat we met z'n allen, juist met het vertrouwen van de Veldhovense bevolking, de schouders eronder gaan zetten. En dat we dit verkeerde politieke besluit zo snel mogelijk om gaan draaien naar een doorstart van zwembad en Eckerman. Je bent baantjes aan het trekken, hè? En van de week is het besluit gevallen dat het zwembad gaat sluiten. Wat vind je daarvan? Ik vind het heel jammer dat het zwembad gaat sluiten voor alle functies die het zwembad hier heeft. Voor de baantjeszwemmers, ook voor de jeugd, de scholen, de omgeving hier. En volgens mij waren er nog allerlei acties onder bezig om ergens geld vandaan te halen. Het valt voor mij een beetje midden in een proces. En daarnaast snap ik het niet omdat ook het Tongerecreatie gaat sluiten. Dus beide zwembaden gaan dicht. Dus ik weet niet waar de jeugd binnenkort naartoe moet. Wat staat er nog allemaal nog meer op stapel? Wij zijn sowieso een zwembad dat altijd actief en in beweging is. Dus wij gaan altijd heel veel dingen doen waar we al mee bezig zijn, gaan we nu nog verder doen. We hebben eind augustus, 28 augustus tot 2 september, hebben wij de zwemvierdaagse. Daarnaast hebben we na de zomervakantie beginnen we met het disco zwemmen. En alle andere activiteiten die wij normaal altijd doen, die vinden zeker doorgang. En misschien gaan we nog wel meer activiteiten organiseren om te zorgen dat de Veldhovense beweging ons gaat steunen om te zorgen dat zwembad er blijft. Okay. Wat kun je mij nog meer vertellen over 13 september, wat er dan gaande is? Ja, 13 september gaan wij de mensen en vooral de burgers ook oproepen om met z'n allen naar het Meiveld te komen.
Dan gaan we samen met de FNV gaan we een actie starten en dat gaat Beweegplein heten. Dan gaan wij de raad en het college laten zien wat zij straks gaan missen als het zwembad verdwijnt. Dus welke activiteiten dat ze straks moeten missen. Maar samen ook in combinatie met de sporthal en met de Uitwijk. Want als je het zwembad weghaalt, hebben zij ook bijna geen recht meer om te leven. Dus er gaat meer weg dan alleen het zwembad. Dus wij willen op dat moment, op 13 september, vanaf ongeveer 6 uur 's avonds, willen wij de politiek duidelijk gaan maken wat zij straks in de toekomst allemaal gaan missen als dit besluit blijft staan. En ja, wij hopen dat ze dan tot inkeer komen, want ja, dit kan gewoon echt niet. Even voor alle veldtovenaren. We weten hoe belangrijk het is dat het zwembad behouden blijft. Dus ik zou zeggen, ga naar de Facebook-actie, teken de petitie, deel het zoveel mogelijk, zodat het ook leeft in Veldhoven. En laten we hopen dat het zwembad behouden blijft. Ik dank jullie wel voor dit gesprek.